Hoi, wat fijn dat je kijkt naar dit eerste deel van de driedelige serie. Mijn naam is Desiree en ik heb een driedelige serie gemaakt over mijn kat Bo. Mijn lieve kat Bo heb ik op 17 mei 2019 helaas moeten laten inslapen. Voordat ik verder ga, hoop ik dat je even wil abonneren op mijn kanaal. Dat doe je door op de rode abonneerknop te drukken. Kijk je deze video via Facebook, dan kun je naar YouTube gaan en daar kun je mijn pagina perfectekat.nl opzoeken. En ook dan kun je abonneren op mijn kanaal. Super bedankt alvast. Ik maak deze serie allereerst als eerbetoon aan mijn lieve, lieve kat Bo. Ik mis hem echt verschrikkelijk. Maar ook om katteneigenaren bewust te maken dat er gaat een keer een einde komen aan het leven van je kat. Dus voordat je aan een kat begint, is het goed om daar ook stil bij te staan en dat van tevoren alvast te weten. Mij viel het afscheid van Bo verschrikkelijk zwaar. En ik wil laten zien hoe dat inslapen nou gaat, hoe het bij Bo is gegaan en hoe ik dat persoonlijk heb ervaren. Ik heb dus ook best wel persoonlijke beelden ingevoegd. Mocht je er niet tegen kunnen of vind je dat vervelend, nou, dan zou ik even niet kijken. Maar ik denk dat het wel een realistisch beeld geeft van hoe dat nou gaat, dat inslapen en hoe je tot zo'n keuze komt en hoe je er daarna mee dealt. Dus bij deze wil ik jullie meenemen in het eerste deel van deze serie. Bo is maar 11 jaar geworden. Hij was echt mijn schaduw in huis. Elke nacht sliep hij als een teddybeer naast me. En ik was gewoon super grote maatjes met hem. Ik heb ook nog een andere kat, Jip. En Jip en Bo hebben mij door hele vervelende tijden heen gesleept. Verdrietige dingen en dat soort dingen. Ja, je katten zijn er gewoon altijd. En ja, dat geeft zo'n enorme steun. Dat is eigenlijk gewoon, vind ik, vergelijkbaar met een hele goede vriend. Bo is altijd een hele gezonde kat geweest. Elk jaar bij de dierenartscheck, alles was eigenlijk altijd in orde. Maar in maart, meen ik uit mijn hoofd, begin maart 2019, zag ik dat hij een beetje gek begon te eten. En ik ben natuurlijk kattentrimster en ik ben super gefocust op gezondheid van dieren. Ik heb alle katten altijd op tafel en dan kijk ik ook altijd in de bekkies. En nu viel het me op dat Bo een beetje gek begon te eten. En op een dag graaide hij zelfs naar zijn bekkie nadat hij aan het kauwen was geweest. Toen keek hij in zijn bekkie en zat er een heel klein rood randje bij zijn onderste hoektandje. Toen dacht ik, ja, toch maar eventjes langs de dierenarts om te checken. Bij deze check heeft de dierenarts eventjes in het bekkie gekeken en ze adviseerde om een nieuwe afspraak te maken. Dan kon ze de Bo onder narcose brengen. En tijdens deze narcose zou de dierenarts foto's maken en als het nodig was de tandjes trekken. Zo gezegd, zo gedaan. Dus 2 dagen later bracht ik Bo naar de dierenarts. En zij heeft Bo onder narcose gebracht, foto's gemaakt. En zij heeft de onderste hoektandje en nog, geloof, 2 of 3 tandjes daarnaast heeft ze getrokken. Toen ik Bo kon komen halen, gaf ze aan dat het waarschijnlijk een ontsteking is. Maar er was ook een kans op een tumor. Wel ging ik om de 2 dagen, uit mijn hoofd, om de 2 of 3 dagen ging ik terug om Bo antibiotica toe te dienen. Zodat zij daar een injectie voor konden geven. Zo wist ik zeker dat hij die antibiotica binnen zou krijgen. Daarnaast checkte de dierenarts elke keer even of het goed begon te helen. Alles leek goed te gaan met Bo. De antibiotica-kuur was natuurlijk op een gegeven moment afgelopen. Bo at goed, was vrolijk, weinig aan de hand. Maar na een paar weken begon het toch weer dik te worden. Ik heb ook heel veel dierenartsen in mijn netwerk, dus daar had ik ook mee overlegd. En ze zeiden, ja, dat klopt niet. Dat is niet goed. Dat hoort al lang dicht te zijn en klaar. Dus ik maakte een nieuwe afspraak bij de dierenarts. En ja, toen begon het eigenlijk, de ellende. Ze keek in zijn bekkie en ze schrok heel erg. En ze voelde dat eigenlijk het kaakbot al een deel weg was. Ze zei dat het hoogstwaarschijnlijk toch een tumor was. Ik moest natuurlijk direct verschrikkelijk huilen en ik wist eigenlijk niet wat ik dan moest doen. Zij stelde voor om 2 dagen later terug te komen, weer foto's te maken en een biopt. En misschien dan een kaakamputatie te overwegen. Compleet verslagen ging ik naar huis. Ik wist eigenlijk, ja, ik heb eigenlijk alleen maar gehuild. Ik wist niet wat ik moest doen. Een tumor, het klinkt ook echt verschrikkelijk. Dus ik wilde mijn Bo gewoon absoluut niet missen. Ik heb ook een berichtje op Facebook geplaatst of jullie alle positieve energie naar me wilden sturen. En dat heeft mij heel veel goed gedaan.
En ik heb ervoor gekozen om bij Kattenkliniek Felicare om daar een second opinion aan te vragen. Dat komt mede omdat ik weinig vertrouwen had in de eerste dierenarts, omdat zij eigenlijk al twijfelde over een tumor, maar toen geen biopte heeft genomen. Weken later heeft Bo, is het dus waarschijnlijk wel een tumor. En ik vond het gewoon fijn om bij mijn vertrouwde dierenarts, waar ik al, 2 jaar trim, om hun er toch nog eens naar te laten kijken. De volgende dag kon ik Bo brengen om 8 uur 's morgens. Elisa en Natasja van Kattenkliniek Felicare te Soest, die gingen hem dan tussen de klanten door, want ze hebben natuurlijk ook super druk. Gingen ze Bo een roesje geven, weer een foto maken en dan zouden ze een biop nemen en dan gingen we maar weer verder kijken. De foto's die gemaakt werden zagen er al niet goed uit. Elisa en Natasja die bereiden mij voor op het ergste. En zo'n uur. Het biopt en de foto's waren genomen. Natasja en Elisa bereidden me eigenlijk voor al op het ergste. Want ze zagen in vergelijking met de foto's van weken ervoor, met de foto's nu, dat er toch echt al een heel stuk bot weg was. Maar ook zij adviseerde, wacht het biopt af voordat je een definitieve keuze maakt. En dat was echt een helse week, want dat wachten is natuurlijk verschrikkelijk. Ik zag Bo en ik zag ook dat hij steeds meer pijn begon te krijgen. Dus ik ben toen ook nog hals over kop naar Soest gereden om extra sterke pijnstillers te geven, op te halen en te geven. Bo knapte daar enorm van op. Het was gewoon weer mijn oude Bootje die aan het spelen was en vrolijk. En dat maakte de uitslag die ik een week later kreeg extra hard. Want daar kwam eigenlijk uit dat hij dus wel een tumor had en uitzaaiingen. Toen ik dat nieuws kreeg, heb ik geloof ik echt alleen maar gehuild. Want een kaalkamputatie, dat zie ik absoluut niet als een katvriendelijke oplossing. En het advies was eigenlijk om zo snel mogelijk Bo te laten inslapen nu hij nog goed was en hem niet langer te laten lijden. Natasja van Kattenkliniek Felicare wilde wat vragen beantwoorden over Bo en over het inslapen van een kat. Voor Bo was er na het nemen van de biopte eigenlijk geen behandeling meer mogelijk. Zeker niet een katvriendelijke behandeling, want het was bij Bo al heel uitgebreid. En dat zou betekenen dat een heel groot gedeelte van zijn onderkaak weggenomen zou moeten worden, geamputeerd zou moeten worden. En katten kunnen daar gewoon heel slecht mee omgaan. Honden kunnen dat een stuk beter. En daarbij bleek uit het biop dat er ook al sprake was van tekenen van een uitzaaiing. Dus dan kan je wel een deel wegnemen van zo'n kaak. Alleen ja, dan haal je het lokale probleem weg. Alleen niet het probleem wat dus ontstaat in de rest van het lichaam met de uitzaaiingen. In sommige gevallen, als je er vroeg bij bent, zeker als zo'n plaveisselcarcinoom op een andere plek zit, bijvoorbeeld op de neusspiegel, dan kan je bijvoorbeeld met bestralingen nog wel eens een goed resultaat bereiken. Als je Bo niet had laten inslapen, dan was die tumor verder gaan groeien. Die was verder ook nog in zijn kaak gaan groeien. En uiteindelijk verzwakt die kaak ook helemaal en krijg je daar ook problemen mee. Het is heel pijnlijk, want het kaakbot dat verdwijnt zeg maar door die tumor. Wij adviseren om een kat in te laten slapen op het moment dat er uitzichtloos lijden is. Dus als je de kat niet beter kan maken en de kat heeft last van de aandoening die hem parten speelt. En ja, dat is dus heel moeilijk in het algemeen aan te geven. Dat is heel erg afhankelijk van zeg maar de aandoening zelf en de klachten die de kat daarvan heeft. Maar als er uitzichtloos lijden is, dan is het advies om hem in te laten slapen. Als je je kat laat inslapen, dan krijgt hij eerst een prikje met een narcosemiddel. Dat prikje krijgt hij in een spier en dat is eigenlijk het enige wat de kat ervan merkt. Als de kat dan slaapt, dan krijgt hij pas een injectie met een overdosis van een ander middel. En van dat middel komt de kat daadwerkelijk te overlijden. Meestal prikken we dan in de buik. We prikken nooit zelf in het hart.
Dus, maar als je in een goed doorbloed orgaan in de buik prikt, zoals bijvoorbeeld een nier, dan kan dat redelijk snel gaan. Dus dan komt de kat vrij snel te overlijden. Dus, en daar maakt de kat zelf niks meer van mee. De uitslag van Boos en Biopt kreeg ik op 15 mei 2019. En de enige optie die ik zag was inslapen. Maar het is zo moeilijk om die keuze te maken als zo'n kat onder de zware medicatie zit en dus eigenlijk helemaal zichzelf is en super vrolijk. Maar het idee dat hij nog meer moet gaan lijden en dat hij überhaupt niet zonder die pijnstillers kan. En dat, ik heb de foto's gezien, je ziet echt een groot verschil met weken ervoor en die paar weken daarna dat er echt al een heel stuk bot is aangetast en gewoon al weg is door de tumor. Deed mij doen besluiten om 2 dagen later Bo in te laten slapen. De laatste 2 dagen waren zo onwerkelijk met Bo. Ik heb 1000 foto's gemaakt. Ik heb met hem door mijn huis heen gelopen. Hij hield ontzettend van lekker knuffelen en op mijn schouder hangen. Zo vaak gezegd dat ik van hem hou. Wat een jankert. Een leven zonder Bo kon ik me gewoon echt niet voorstellen. En toen kwam de laatste nacht en dag. Bo heeft die laatste nacht, zoals 11 jaar lang, onder mijn oksel geslapen. En het was zo raar, zo onwerkelijk die ochtend. Ik heb ervoor gekozen om Bo thuis in te laten slapen. Het was dus op vrijdag 17 mei. En ik heb een poll gedaan trouwens op mijn Facebook-account. Als je de keuze hebt, zou je dan de kat thuis laten inslapen of bij de dierenarts? En 84% van jullie zouden inderdaad de kat dan het liefste thuis in laten slapen. Ik wilde Bo ook niet het laatste ritje nog in de auto aandoen. Om 4 uur deze dag zou Sietse van de dierenkliniek Almere Haven komen om Bo in te laten slapen. 'S Morgens was mijn vriend er nog eventjes. En 's middags kwam mijn moeder en die zou er dan de hele tijd bij zijn. En de tijd ging aan de ene kant heel langzaam, want je zit alleen maar op die klok te kijken. En aan de andere kant ging hij veel te snel. Ik heb nog zoveel met Bo gespeeld en hij was nog zo vrolijk. En hij weet gewoon dan niet wat er gaat gebeuren. Je kan het gewoon niet uitleggen. Dus we hadden een lekkere sfeer gemaakt in de woonkamer. Rustige muziek opgezet, kaarsjes aangezet. Ja, en wat moet je dan? Dan wacht je. Om 4 uur ging de bel. Sietse stond voor de deur en ze was zo lief en ze ging precies uitleggen, stap voor stap, wat ze allemaal ging doen en wat ik kon verwachten. Ja, en dan komt het moment, ik moest Bo gaan halen. En ook zij zegt van, jeetje, wat is hij nog vrolijk en wil je het niet uitstellen? Ik had natuurlijk wel nog het biopt, de uitslag daarvan liet ik lezen. En toen zei ze inderdaad van, ja, je maakt inderdaad wel de beste keuze, maar je gaat toch twijfelen. En hoewel Bo altijd super vrolijk is als er mensen zijn, het is echt hoe meer mensen in de woonkamer, hoe gezelliger, voelde die toch waarschijnlijk aan mijn spanning nattigheid en hij probeerde te vluchten. Dat is natuurlijk helemaal vervelend, dus ik moest hem in bedwang houden. Hij kreeg zijn eerste prikje en hij werd wat suffer. Ik kon nog wat laatste woorden zeggen en het is eigenlijk als een soort waas aan me voorbij gegaan. Hij kreeg nog een klein beetje slaapmiddel bij. En toen viel hij in slaap. En toen kon ik hem eigenlijk nog aaien. Hij is nog warm. Hij leeft gewoon nog. En je twijfelt. Want je denkt, doe ik dit wel goed? En maak ik wel de juiste keuze? Moet ik niet wachten? En toen hebben we hem in zijn eigen favoriete mandje gelegd. En toen gaf Sietse dat laatste prikje. Waardoor zijn hart dus stopte. Bij dat laatste prikje ging het eigenlijk heel snel. Hij gaf nog een soort van kreun en eigenlijk binnen een paar seconden was het afgelopen. Ik heb nog in het bekkie gekeken samen met Sietse. En toen werd eigenlijk mijn besluit nogmaals bevestigd. Want het kaakpot lag inmiddels helemaal bloot. Dus het was echt, ja, was geen enkele andere keuze om te maken dan om Bo in te laten slapen. 2 uur lang hebben mijn moeder en ik nog afscheid kunnen nemen van Bo. We hebben hem hier midden in de woonkamer gelegd. We hebben een borrel ingeschonken. En we hebben gepraat. En ik bleef ook hem maar aaien en lieve woorden zeggen. Het is wel.
heel erg missen, Bo. Helemaal allerbeste vriendje. En na deze 2 uur vol tranen, lieve woorden en knuffels werd Bo opgehaald door dierenuitvaartcentrum Anubis te Almere. Hoe ik dat heb ervaren en welke keuzes ik daarin heb gemaakt, dat zie je in het volgende deel van deze driedelige serie. Heel erg bedankt voor het kijken. En dank voor alle lieve woorden van iedereen die mij gesteund heeft. En voor Bo, ik zal je nooit vergeten. Ik hou van je.